Nou, wat is er goed aan een nieuwe Sonic? Nou, deze Sonic is sinds tijden weer gewoon back to the roots. Je hebt gewoon eigenlijk weer megadrive kwaliteiten, met dan op de DS. En hij maakt gebruik van twee schermen. Je kan dus door een looping heen van het onderste scherm naar het bovenste scherm. Dat is gewoon extreem kicken. Maakt hij nog gebruik van een touchscreen of helemaal niet? In deze technische demo maakt hij nog geen gebruik van een touchscreen. De uiteindelijke versie kan je door middel van je handen te draaien, kan je Sonic laten spinnen. En nog verder iets te maken met die microfoon of gebruikt hij die ook niet? De microfoon gebruikt hij voor de rest niet. Maar goed, je kan dus wel de touchscreen gebruiken, dat is wel iets. Ja. Vind je hem goed? Ja, ik vind hem heel erg goed. En de uiteindelijke versie die bevat zowel een 2D Sonic als een 3D Sonic. En wat is er met die 3D Sonic te doen dan? De 3D Sonic is eigenlijk gewoon hetzelfde spel ook. Alleen dan in 3D. Wel geil. Extreem geil. Ja, dat moeten we hebben. Zullen we naar een ander spel gaan? Ja, we zullen weer even verder lopen hier en een andere topgame uitzoeken.